Ik ben Lucinda van der Ven. Dit is Levenslang Kwetsbaar, de enige podcast over de lange termijn gevolgen van dodelijk geweld in het leven van de nabestaanden. Ik maak je als nabestaande van de moord op mijn zus Nadia, deelgenoot van de juridische jungle waar nabestaanden in terechtkomen. Mijn gasten zijn een mix van professionals en ervaringsdeskundigen. Samen bespreken we de noodzaak om net als daders toegang te krijgen tot goede nazorg. Zodat ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid voorkomen kunnen worden. Fijn dat je weer luistert naar het tweede seizoen van Levenslang Kwetsbaar. Ik weet ook bij de bijeenkomst waar ik jouw ja, moeder de eerste keer ontmoette dat mij opviel... dat heel veel mensen een, een soort gouden medaillon droegen met een fotootje... Uh, Weet je wel, dus dan ja. stoor je te praten met iemand, maar je keek ook je tegen je, het ja, gezicht ja. van degene die, uh, eh, die vermoord was. Ik ben een tijd weg geweest, maar na een jaar zijn we er weer. En vol energie ga ik weer verder met deze podcast. En ik wil dit keer beginnen met het voorlezen van een gedicht uit mijn gedichtenbundel Parels van Verdriet. De titel van het gedicht is Breekpunt. Ik schreef het op 27 juni 2004. Breekpunt. Zoals jij bent neergeschoten, is ons leven in stukken gebroken. Jouw dood, jouw breekpunt werd ons keerpunt. Voor en na. De brokstukken hebben we opgeruimd aan Alleen de breuklijnen zijn nog zichtbaar. Het maakt ons blijvend kwetsbaar. Mijn gedichtenbundel omvat bijna 60 gedichten. En ja, ik, eigenlijk schreef ik dus al in 2004 over die kwetsbaarheid, de onzichtbare kwetsbaarheid die Nadia haar dood teweeg heeft gebracht in mijn leven, in het leven van mijn moeder, maar eigenlijk in het leven van alle mensen die van Nadia hielden. Mijn eerste gast van het tweede seizoen. Dat is een hele bijzondere vrouw die ik in 2004 voor het eerst zag in de rechtbank. Rosa Jansen, je bent tegenwoordig voorzitter van de raad van bestuur van Slachtofferhulp Nederland. Maar ik denk dat je zelf het beste kan vertellen wie je bent en hoe we elkaar hebben ontmoet. Ja, dat doe ik graag. Uh... Lucinda, uh, ik ben inderdaad uh, op het ogenblik, ik ben Rosa Janssen en ik ben uh, voorzitter van uh, Slachtofferhulp uh, Nederland en ook nog van een kleine andere stichting Perspectief Herstelbemiddeling die zich met herstelbemiddeling bezighoudt uh, en dat doe ik intussen al uh, als bijna zes, uh, zes jaar. Uh, maar uh, zoals ik altijd noem in mijn uh, vorige leven, oftewel in mijn vorige werkzame gedeelte van mijn leven, werkte ik in, uh, in, uh, voor de rechtspraak, dus als, uh, als rechter. En uh, ja, daar hebben we elkaar voor het eerst uh, ontmoet in, uh, in de zittingszaal toen uh, ja, de moord op, uh, op Nadia door ons uh, in de zittingzaal uh, werd, uh, werd behandeld. Um, ja. Ontmoeten is dan eigenlijk wel iets geks. Want ik, ik, ja, ontmoeten is voor mij eh, toch echt met, met iemand kennismaken, eh, de mens leren kennen. Terwijl in een zittingszaal dan ben je toch die, die persoon samen met een paar collega's. Gevier, twee andere rechters, officier van justitie. Uh, de verdachte, advocaat. Uh, en een hele volle zittingzaal, kan ik me herinneren. Met ook mediamensen. Dus dat voelt dan. Ja, of het dan het, persoonlijk ja, het ontmoeten was, is. Het maar het is, niet een een vorm, het is wel een vorm van kennismaken. En zien in ieder geval van elkaar. Want ik heb mm. er wel een hele heldere herinnering aan. Ja, ja ik denk dat natuurlijk. De rechtszaak tegen Nadia, haar, haar moordenaar. Ik denk dat ik met recht kan zeggen dat dat wel een van de meest indrukwekkende momenten in mijn leven is geweest. En tegelijkertijd, als ik eraan terugdenk, ik heb bijna geen herinneringen eraan. Ik kan mij, <laughs> ik herinner mij jou nog, dat jij voorzitter was hè, van de rechtbank, de meervoudige rechtbank, dus jij zat in het midden, jij had vuurrode lipstift, dat weet ik nog. Maar voor de rest, ik, ik kan me er bijna niks van herinneren. Ja, dus dat zegt natuurlijk iets over hoe traumatisch het was. Ik realiseer me nu eigenlijk ook... Hè, dat gedicht wat ik net voorlas, Breekpunt, schreef ik in juni 2004. Dat ja. vonnis was volgens mij 6 februari 2004. Dus redelijk kort na het vonnis. Maar ja, jij zei in ons voorgesprek... ja, ik, ik weet nog wel hoe vol die zittingzaal was. Ja. En... Jij kan je ook herinneren dat ik daar zat met mijn moeder. Mijn ja. vader leefde toen al niet meer. Hè? Die nee. was net gestorven, eigenlijk. Maar hoe kijk je daarop terug? Welk, wat zijn jouw herinneringen? Ja, in mijn beleving was je heel jong. Ja. Ik heb even mijn herinneringen. Ik bedoel, en, en je was natuurlijk niet. Uh, weet je wel, bedoel, je, ik, je was wel heel duidelijk gewoon aanwezig. Maar je was in mijn beleving wel een hele jonge zus van. Uh, hm. Ik zie jullie ook een beetje rechts achter in die zittingzaal, ook wel ja, eigenlijk best daar wel verdrietig, maar ook wel weer heel krachtig zittend. Dat is mijn beeld wat ik daarvan heb. Uh, wat ik zelf altijd deed uh, toen ik rechter was, is gewoon ook heel nadrukkelijk, want in die tijd zat vaak toch familie wat verder achter in de zaal. Hè? Tegenwoordig uh, wordt er wat ik, harder ik weet, over nagedacht. Zaten wij niet vooraan dan? Ik heb nee, jullie nee, zaten, zaten echt wat verder achter in, uh, in oh. de zaal, kan ik me herinneren. Ja. Oké. Okay. En dat was toen ook misschien wel wat meer gebruikelijk. Daarnaast dan daar veel harder over nagedacht. Of het was eigenlijk de tijd dat we daar wat nadrukkelijker over na gingen denken. Dat we ook vroegen waar je moest waar gaan je zitten. zitten ja. Ja, maar jullie hadden volgens mij ook wel bewust die plek gekozen. Je zat er wel echt van. Ja, ik of, denk dat wij niet, niet te dicht bijna in haar moeder wilden nee. zitten. Ja. Dus volgens mij zat de politie ook links en rechts klopt. omdat wij waren. Ja, waren. Klopt, denk dat dat Jullie zaten dan wel dat, dat dat jullie plek was. Dus ik had niet de soort neiging om te zeggen, kom maar vooraan zitten. Weet je, als je houdt ja. toch een beetje rekening met de familie. Wat ik ook wel nog heel, heel goed herinner is dat de officier van justitie ook met jullie gesproken had in mijn mm. beleving. Dus die, 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 die wist ook wat jullie verlangden wilde. en wilden. Ja. Dus en dat is wel ja. heel fijn dat een officier van justitie dat doet. Want je moet volgens mij in zo'n zittingzaal niet zoveel misverstand hebben. Je moet in mijn beleving, dat wilde ik in ieder geval graag. En dat wilden wij als Kamer graag, dat je daar gewoon zit, dat je goed voorbereid bent, dat je weet. En, en uh, weet je wel, wat want met name de, de nabestaanden willen? Dat is toch een, een belangrijk gegeven. Overigens, mooi als rechter ook geacht om, uh, om rekening te houden met uh, wat de verdachte en zijn advocaat willen. Je zit daar toch uh, mm. in, die, uh, in die positie op zo'n uh, zo zittingszaal. Dus je probeert met, uh, met heel veel omstandigheden rekening te houden. Maar het is met name ook dat het een grote, bom, bomvolle zaal was. Heel veel mediabelangstelling. Dat, dat is wat mij daarvan uh, van bijgebleven is. En dan. Dan zie je wel de familie en je kent de familie natuurlijk ook uit het dossier. Hè? Want dat is eigenlijk het, het aanknopingspunt van het mm. hele verhaal van de moord op Nadia. Ja, dat, dat lezen wij natuurlijk als rechter voorafgaand aan, aan de zitting met alle getuigenverklaringen en alles wat er onderzocht was. Was nogal een nadrukkelijk uh, dik dossier. was behoorlijk wat onderzoek gedaan. Dat ook een hele tijd geduurd, kan ik me herinneren. Want de verdachte was een tijd lang voort, voortvluchtig geweest. Hè? Dus ja. er zat best een lange periode tussen. Dus... Uh, ja, het was voor ons ook, uh, het was natuurlijk een heel heftige zaak. Dus, uh, dus, dus ja, je, je bent ook wel echt geconcentreerd op, op zo'n dag. Ook, als, uh, ook al ben je de professionele kamer, daar bereid je je wel heel goed voor op voor. Ja. Nou ja, en dat duurde drie dagen. Ja. Toch? Ja. Ja. En... He, want ja, jij zegt de Kamer. De Kamer, dat houdt natuurlijk in de meervoudige rechtbank. Uh, jij was voorzitter en je had twee collega-rechters. Dan ja. is er nog een griffier. Klopt. Um, en jij zei, dat zeg je wel vaak. Hè? Ik, het vonnis, dat kun je eigenlijk nog heel goed herinneren. Mm -hmm. Maar ja, kijk, er zijn natuurlijk luisteraars die zelf. Helaas, nabestaanden zijn van een geweldsmisdrijf. Dus die weten heel goed hoe het eraan toe gaat in een rechtbank en tijdens een zitting. Maar die besluitvorming, hè, de, de processen achter gesloten deuren, zowel voorafgaand aan de zitting als voorafgaand aan, de, aan het vonnis. Ja. ja, hoe gaat dat in zijn werk? Nou ja, het komt erop neer dat je natuurlijk zo'n dossier, dat bereid je heel goed voor. Hè? Dus, je, dus je leest alles, alle stukken en alle bijlagen. Dus dat doe je voorafgaande aan, uh, aan de zitting. Um, vervolgens is het zo dat je toch met je collega's en met de grafier ook heel goed nadenkt hoe je zo'n zitting wil laten verlopen. Hè? Dus welke stukken dat je wil voorhouden. Uh, soms heb je ook nog wat vragen aan, uh, aan de officier van justitie of aan deskundigen, of als er getuigen zijn, kan dat ook. Dus je, je maakt eigenlijk wel een script van zo'n zitting, als je het goed doet. Mm. En of we, dat, we noemen dat niet script, maar. Uh, het is wel een hele goede voorbereiding. Het is natuurlijk mm. een belangrijk moment, de zitting, Daar ben je ook heel erg bewust van. Dus die voorbereiding is, uh, is behoorlijk intens. En zeker, je zit er meer dagen. Dus je probeert ook een beetje te kijken hoe je de verdeling doet over die dagen. Wanneer hè. je wat gaat doen. Wanneer je vragen. wat gaat doen, zeker. Probeert ook wel te kijken of je pauzes kunt inlasten. Want je weet gewoon hoe belastend zo'n zitting is. Hè. Dus je mm. probeert daar ook heel nadrukkelijk rekening mee, uh, mee te houden. Ja, en op die manier ga je eigenlijk door zo'n, door heel intensief eigenlijk door zo'n zo gebeuren heen. Hè? De, 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 het verhaal wat er gebeurd is. Um, het onderzoek, hoe men bij een verdachte is gekomen, um, de verklaringen van de familie. Dus al die verklaringen, daar, daar ga je toch ook in zo'n zittingzaal doorheen, omdat dat voor jezelf. En ze zeggen altijd de rechter, die moet uiteindelijk nadat hij in raadkamer gaat en, uh, en uh, tot een eindvonders komt, die, die, ja, die, die moet rekening houden met, met, met overtuiging en met wettelijke bewijsmiddelen hè? en overtuiging. Ja, dat is eigenlijk wat rondom zo'n dossier speelt. En de indrukken die je daarvan krijgt. En de wettelijke bewijsmiddelen, die, die zitten gemiddeld of in een uh, dossier of die worden op de zitting vergaard. Hè? Dus of uit verklaringen of uit uh, ja. noem maar op. En uh, dat neem je mee in Raadkamer. Dus als je na drie dagen klaar bent, zeg ik, maar dan zeg je ook, we gaan erover nadenken en uh, we doen over veertien dagen uitspraak. Uh, dan ga je meestal wel heel snel daarna gewoon toch even bij elkaar zitten. Dus even toch op dag? Eerste, Ja, op diezelfde dag. Omdat we, en niet om dan helemaal af te raadkameren, maar om gewoon even voor jezelf, weet je wel, even die, die eerste indrukken. Dat doe je eigenlijk na afloop van elke dag wel ja. even. Weet je wel, maar zeker na die drie dagen. En dan, uh, wat ik me herinner, is dat je dan op een later moment alsnog bij elkaar gaat zitten. En dan. Ja, de bewijsmiddelen wat dieper vastpakt en, uh, en gaat kijken wat je ervan vindt. Hè? Want wij behandelden op die zitting twee uh, verdenkingen van moord. Mm -hmm. dus, uh, dus het was een, een behoorlijk uh, een behoorlijk dossier. Wat uh, we daar dus. omvangrijk dossier. En uh, ook wel een complex uh, dossier. Uh, dus, uh, dus we hebben er best wel een hele tijd op, uh, op gezeten. En dan ga je eigenlijk, dat heet het Geheim van Raadkamer. Hè? Dus niemand praat daar ooit over, uh, zoals je weet. Ja. Uh, nou, weet ik, Lucinda, jij bent een dokter. Dus jij kent eigenlijk het Geheim van Raadkamer ook. Omdat het Geheim van Raadkamer, zoals ik het, als mensen er mij wel eens om vragen. dan zeg ik van het Geheim van Raadkamer, dat heet zo. omdat je dan eigenlijk met, met deskundigen, hè, met professionals. Praat je eigenlijk over wat je gelezen hebt in het dos, dossier? Wat je, wat je de weging van de bewijsmiddelen vindt. Wat je vindt van de inhoud van de tekst. Wat je vindt van de behandeling op zitting. Hm. Um, ja, en omdat je dat met professionals onderling doet. Is het soms ook wel goed dat je daar wat vrij over kunt praten. Weet je wel, als daar de camera op gericht zou zijn. Zou je misschien. Zie je ook wel eens in de een Tweede Kamer. Ga je misschien toch wat wat minder vrij daarover spreken. Dus ik vind het altijd wel heel goed dat het bestaat... en dat daar niet een soort camera meeloopt... of dat het publiek meekijkt. Maar het is voor mijn gevoel echt een, een professionele ontmoeting... die je vervolgens probeert samen te vatten in een vonnis. Weet je al uiteindelijk alle overwegingen die van belang zijn... die probeer je in een vonnis op te schrijven en... Uh, uh, ja, uh, ook te motiveren, met name ook waarom je iets bewezen acht of waarom je dat eigenlijk niet vindt. Mm -mm. Dus dat is die hele zoektocht. Maar die wie hebt. zijn er dan bij, in, bij dat overleg? Dat zijn de, de drie rechters. Hè? Ja, dus je dus hebt de, ook de, de in de zittingzaal, ja, ja. in de meervoudige kamer. In de zittingszaal heb je altijd twee deuren. Ja. De ene deur is van de officier, er zijn er drie eigenlijk. De, ja. de ene deur is van de officier van justitie. Dus ook bij pauzes, hè, bij als de zaak geschorst wordt, heet dat officieel. Hè, dat betekent dat je even terugtrekt in raadkamer. Dan gaat de grafier, of de officier van justitie heeft zijn eigen deur. En daarachter is ook een eigen kamer van de officier van justitie. Want de rechtbank wil daar geen contact mee, uh, mee hebben. De meervoudige rechtbank, dat zijn drie rechters. De voorzitter en twee rechters. En de grafier, die gaan door een andere deur. Die hebben daarachter ook een eigen kamer. Mm -mm. En, uh, en dan is er nog een deur waar het publiek en de advocaat en uh, en, uh, en de verdachte en de familie en iedereen die in de zittingszaal door naar buiten. Maar Gaat. de verdachte, hè? Nou, ja, die die, haar moordenaar, die had natuurlijk die zijn eigen vast. deur. Die zat vast, die had zijn eigen deur. Nee, er is ook nog een deur aan het cellenblok. Ja, ja. Maar dat voelt nooit zo als, als een deur waar je vrijwillig doorheen komt. Maar dat nee, is eigenlijk dat een deur kwam, met een hele uh, grote sleutel. Zou ik hij maar zeggen. Hij kwam onder bewaking ja, natuurlijk klopt. naar boven. Ja. Die bewaking die zit ja. erbij, die blijft erbij tijdens sitting, de zitting, de parketpolitie. Ja. En inderdaad, jij haalde heel kort aan, uh, Narja, nou, haar moordenaar heeft terechtgestaan voor twee moorden. Uh, de moord op Nania dus en de moord op Anton Bussing. En daarvoor hebben jullie hem veroordeeld. Klopt. Uh, dus jullie hebben me nadrukkelijk uitgesproken dat hij, uh, ja, hoe noem je dat? Verantwoordelijk was voor twee moorden. Zeker. Dat wij, dat wij beide moorden wettelijk en met overtuiging bewezen ja. achter. Ja. En. Um... Ik heb heel bewust het vonnis uh, van destijds niet opnieuw gelezen. Maar ik heb van jou begrepen dat jij dat wel gedaan hebt. Mm -mm. Ik kan me herinneren dat wij gemotiveerd hebben in dat vonnis. En dat is gewoon een publiek vonnis. Dus iedereen kan dat vinden en lezen. Dat wij het levenslang ook van toepassing vonden op de moord op Nadia. Omdat de gruwelijkheid en de omstandigheden daaronder. dat dat voor ons al heel doorslaggevend was om tot levenslang te komen. Dus bij. Dus dus zelfs als een van beide moorden, of tenminste als de moord op, uh, op de tweede persoon, noem ik het dan maar even, als die later tot een vrijspraak zou, uh, zou leiden, dat we dan ook de moord op Nadia ook nog steeds een levenslange gevangenschap deed ja, Ja. Ja. Hoe wij dat. Ja, en dat vonnis is natuurlijk helaas in hoge beroepen is dat aangepast. Ja. Hè? Na twintig jaar in TBS met dwangverpleging. Komende oktober is Nania 22 jaar gestorven. En, uh, nou ja. Is ook wel het vonnis ook aangepast om, omdat de tweede moord er is vrijspraak op gevolgd? Ja, inderdaad. He? We ja. op Anton ja. Bussing achter het Hof van Arnhem helaas onvoldoende bewezen ja. geacht. Ja, terwijl ik hier naartoe reed naar het kantoor van slachtofferhulp, ja realiseer ik me eigenlijk, er zijn natuurlijk heel veel verdachten die in een hoog beroep gaan. En voor mijn gevoel uh, leidt een hoog beroep altijd tot een andere uitspraak, hè? zowel in positieve zin als in negatieve zin. Mm -hmm. Klopt dat? Of is dat iets? Het zo? kan ook een bevestiging van het volgens ja, in eerste, is het ook eerste ook... aanleg zijn. Uh, ik denk. Als ik er nou over terugdenk, ik heb het niet getalsmatig in mijn hoofd. Dan, dan dat vaak in hoger beroep het verloop, hè, de tijdsverloop wordt meegenomen. Dat daar soms nog wel eens wat, uh, wat minder straffen opgelegd wordt. Hè? Dat men zegt, het is zoveel jaar later of zo, hè, afhankelijk van hoe lang het geduurd heeft. Mm -hmm. Nou ja, daar kun je van alles van vinden, zeg ik maar even of dat nodig is. Maar dat is toch zeker nog wel eens een overweging die ik dan in het uh, vonnis in hoger beroep lees. Het, soms... het delict is langer geleden, ja. dus het vonnis wordt verlaagd, bedoel je dat? Ja, dat ze het, het dan korter maken. Ik, ik, ik vind dat het een ingewikkelde bizarre. redenering, ja. maar ik zie het toch wel regelmatig eigenlijk wel, uh, wel staan. Terwijl ik mm. denk van ja, dat zou eigenlijk niet uit moeten maken. Maar soms kan het natuurlijk ook zijn dat het hof die feiten anders weegt. Hè? Ik bedoel, we hebben in Nederland rechts, rechtspraak in drie instanties. Dus de rechtbank en het gerechtshof, die kijken naar de feiten en die maken een weging van het bewijsmateriaal in het, in het dossier en kijken mm -hmm. naar de persoonlijke omstandigheden van, van verdachten ook. Die mm -hmm. moeten ze ook meewegen. Uh, ja, dan kun je een andere weging maken. En uiteindelijk kun je daarna nog naar de Hoge Raad. Maar de Hoge Raad, die kijkt alleen naar de wettelijke kant, zeg ik maar even, van het geheel. Die gaat zich niet meer met de feiten bemoeien. Die blijft nee, er ver en van. En even hè, voor de uh, verduidelijking. Want het gerechtshof, dan bedoel je dat de dader in hoge beroep kan. Aha, en we hebben drie gerechtshoven, klopt. klopt dat? Wat zeg je? Hoeveel gerechtshoven? Vijf. Vijf. Dus je hebt Arnhem, Leeuwarden, Den Ja, je Haan. hebt tegenwoordig Arnhem, Leeuwarden. Oh, die zijn één natuurlijk. Ja, die zijn ja. één. Ze ja. zijn er verspreid over het land. <laughs> Heb je, je hebt uh, Amsterdam nog steeds. Je hebt ja. Den Haag. Ja. Je hebt een bos en je hebt tegenwoordig Arnhem Leeuwarden die nou wel op twee plaatsen ja. zitting, zitting doen. En officieel heb je ook nog een bestuursrechtelijk gerechtshof, hè? de Centrale Raad van, uh, van beroep, wat ja. natuurlijk voor allemaal type zaken uh, ja. het hoge beroep is. Maar op het moment dat we het hebben over een strafzaak, ja. hè? dit is natuurlijk een podcast over de gevolgen ja. van dodelijk geweld. En de dader of verdachte eigenlijk moet ik zeggen. Die tekent hoger beroep aan. Dan, dan, komt dan hij kunnen ze op bij vijf plekken van terecht. de gerechtshoven. Ja. Ik ontdekte eigenlijk nog niet eens zo lang geleden, want het hoge beroep in Nadia, zaak heeft in Arnhem gediend. Mm -hmm. En ik dacht altijd het gerechtshof Arnhem, en ik ontdekte echt jaren later, dat was het gerechtshof Amsterdam, die zitting had klopt. in Arnhem. Dat klopt ook. Maar dat, dat heeft ermee te maken dat er in die tijd bij de, het gerechtshof Amsterdam een grote achterstand was in de afdoening van zaken. Ja. En dan gaan, um, dat, dat was het begin dat, dat hoven bij me, voor elkaar gingen bijspringen. Ja. Maar dan is het de vraag wie er gaat reizen. Ja. Hè? En toen, toen is er voor gekozen dat Arnhem dan wel zaak, Amsterdamse zaken ging doen. Want het appel destijds van Utrecht, dat werd in, uh, in Amsterdam behandeld. Maar dan deden ze dat als Amsterdamse gerechtshof. En nog later mm -hmm. is eigenlijk zijn alle uh, hoge beroepszaken um, zijn sowieso naar, uh, naar Arnhem gegaan. Omdat men eigenlijk, als je het land verdeelt, dan zie je dat in de randstad veel meer strafbare feiten worden gepleegd. Dus de hoven het uiteindelijk ook door al die eerste lijnsgerechten het heel erg druk hebben. Toen hebben ze in verband met de verdeling van zaken gekeken en gezegd: het zou beter zijn dat de Utrechtse zaken in hoge beroep gewoon altijd door Arnhem worden ja, afgedaan. Ja. Nou ja, wat, wat ik mij nog heel goed herinner is, en dat vind ik tot op de dag van vandaag heel moeilijk, als we teruggaan in de tijd, dat was 2002. Mm -hmm. Ik studeerde natuurlijk in Amsterdam, waar op dat moment hè, je had Sam Klepper die uh, in Buitenveld woonde, waar ik vrolijk langs fietste, bij wijze van spreken, mm -hmm. als ik naar de vuur ging. Ja, dus in Amsterdam was het toen eigenlijk in het criminele circuit was onwijs veel. Uh, nou ja, veel. Hè. Dat was echt wel dat je. Nodig aan de hand, ja. Ja, kor van hout. Nou ja, dat, dat speelde allemaal in die tijd. Mm -hmm. En in 2002 er zijn maar vijf moorden gepleegd in dat jaar in Utrecht. Dus Utrecht was toen nog eigenlijk veel veiliger dan Amsterdam. Nou ja. okay. En Nadia, die was dus een van die vijf slachtoffers. Hè, dat ik denk, hoe kan het dat je dus die, ja, gewoon die verkeerde kaart te pakken hebt? Um, Het nou ja. was natuurlijk sowieso, weet je wel, dat je in je eigen huis, ja. uh, weet je wel, wat toch eigenlijk je, je eigen veilige bubbel moet, uh, moet zijn. zijn ja. Hè? Ja. Of tenminste, ja, zij had dan een, een, een kamer. Hè? Ik bedoel, ik ben natuurlijk nooit bij haar, haar geweest, zeg ik maar even. Nee. Maar zij had natuurlijk een kamer in dat huis. En als je dan daar in die eigenlijk veilige haven, eigenlijk de dood vindt, ja, dat is gewoon afschuwelijk. Dat is, uh... Nou ja, Nania ja. Die, uh, die huurde inderdaad de zolderetage. Oké. Okay. Uh, en ja, het is de boek komen staan inderdaad als dat Nania student was, wat ze in zekere zin was, maar ze studeerde natuurlijk part-time. Ja, ze werkte ja. in Den Haag, ja. daardoor had ze een auto van de zaak, die inderdaad uh, hè, Pascal Hamoner meegenomen heeft om te vluchten. Nou ja, hè? al die details, die kunnen mensen in de documentaire terugzien en overleven, dus daar hoeven we het niet over te hebben. Maar ja... Doordat Nadia in haar eigen huis is vermoord, daardoor is het eigenlijk buiten Utrecht nooit heel groot in de media gekomen, niet in het begin. Ja, dus in de Utrechtse studentenwereld en, en toenmalig Utrechts nieuwsblad, wat later het Algemeen Dagblad werd. Ja, die hebben natuurlijk altijd ja. heel veel geschreven over Nadia moordzaak, maar daarbuiten niet. Heb je de indruk? Ik heb zelf altijd het idee als ik. Ja. De, de, de zaak Nadia van de Ven, dat heel veel mensen die zaak kennen. Ja, maar dat is omdat jij in de juridische wereld zit. Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Ja. is kunnen. Daarbuiten was Nadia ja. haar mond helemaal niet nee. zo bekend. Mijn nichtje, toen wij allebei geneeskunde studeerden, zij hier uh, in, aan de Universiteit Utrecht en ik in Amsterdam. Ja. Als zij Nadia noemde, wist iedereen het. Nou, in Amsterdam wist niemand het. Er is ja, ja. niemand wie ja. Nadia is. En die anonimiteit aan de ene kant. Ja, is, kan anonimiteit prettig zijn, maar uh, ja. Het is natuurlijk ook heel lastig geweest hè, dat mensen niet wisten wat ik had meegemaakt, ja, waardoor ja. er ook geen rekening mee gehouden werd. Um, ja, wat ik me ook zat te realiseren: ik weet eigenlijk helemaal niet. Van wanneer tot wanneer ben jij nu rechter geweest? En was jij altijd voorzitter? Of is dat dan een soort promotie hè, dat je voorzitter van de rechtbank bent? <laughs> Want van wanneer tot wanneer was jij nu rechter? En waarom heb je op een gegeven moment besloten om ja, die professie los te laten? Hè? Want daar heb je heel wel overbogen ja. en beslissing ingenomen. Ik ben sinds ik ben in 1990 rechter geworden. In 19, ik heb een radioopleiding. Dat is een, een soort spe, specialistopleiding zou je in mm -mm. andere kringen zeggen. En uh, die duurt zes jaar en dan nog een ja, extra jaar. dus dat jaar. is je, je, dus eerst ik werkte je... al. Ja, dus was, ik werkte dus al langer in de rechtspraak, zeker. Ja. Ja. Want radio dat staat voor rechter. Wat is de rechtelijk ambtenaar in opleiding? Oh ja, in opleiding. Ja. Dus de de radio. En je hebt ook de Jo, oh, of oh nee, Ojo. Nee, officier. tegenwoordig, tegenwoordig vroeger had je de RAI-opleiding, dus ja. in mijn tijd nog rechtelijk ambtenaar en opleiding, dan werd je opgeleid tot rechter of officier van justitie. Oh ja. Dan kon je op enig moment kiezen ja. en dan deed je nog een extra specialisatie. En tegenwoordig heet het de RIO-opleiding, dat is rechter in opleiding, of de Ojo-opleiding, ja, dat, dat is dat officier hoort, in, in opleiding. Dat betekent eigenlijk dat je na je rechtenstudie ga je zes jaar in opleiding doen. En, en nog een jaar werk je dan op proef en dan uiteindelijk word je benoemd recht, eh, tot rechter. En dat was voor mij in 1990. Dat je rechter werd. Dat ik rechter werd. Ja. En, en dat werkte in de praktijk zo. Um, uh, ja, dat je, dat je op enig moment, tegenwoordig zijn die namen veranderd, maar dan ben je op, na een verloop van tijd, na een aantal jaren, weet je, vicepresident. En dat voorzitterschap van de Kamer, dat had een beetje te maken. Als je een tijd lang in, uh, in de strafkamer zat, dan, uh, dan ging je van lievelee voorzitten. Vroeger had je nog echt vaste voorzitters. En tegenwoordig zijn het ook wel wisselende voorzitters. Omdat die zaken zo... Um, uh, dus dan zitten er drie rechters, maar die doen zaken om en om die ze voorzitten. Omdat zaken soms zo uitgebreid zijn dat het dan ook wel fijn is dat iedereen bijvoorbeeld een zaak voorzit. Ja. Dus dat is tegenwoordig net wat veranderd. En ik denk, ah, ik kan me nog heel goed herinneren in de tijd dat ik bezig was met de specialisatie. Want ja. eh, die, die Rio of Oyo opleiding is natuurlijk... Een specialisatie. Hè? Je hebt de Klopt. eerste rechte studie en ja. vervolgens een zesjarige specialisatie. En dan werk je en je ja. studeert. Dus ja, dus nou een nou ja, en dat is natuurlijk de overeenkomst, denk ik, die wij hebben. Ja. Hè? Ik heb geneeskunde gestudeerd. Nou, als ik dat allemaal heel keurig nominaal had gedaan, wat ik natuurlijk niet heb gedaan. Hè? Ja. ja, Nadia ging dood. Dus ik deed al langer over die zesjarige geneeskundeopleiding. En vervolgens heb je als... Uh, hè? Ik besloot natuurlijk om mij te specialiseren tot revalidatiearts. En die specialisatie duurt vier jaar mm -hmm. na de geneeskundestudie. En dan heb je ook zo'n werken- en lerencontract. Ja. En in de tijd dat ik in opleiding was bij READE, Revitatiecentrum Amsterdam... Toen uh, werkte ik samen voor mijn wetenschappelijk onderzoek met een directiesecretaresse die daarvoor bij een advocatenkantoor had verteld. Okay, okay. En zij was eigenlijk degene die aan mij zei van ja, er is een enorme overeenkomst tussen uh, de juridische wereld en de medische wereld. Hè? De dokter die trekt zijn of haar witte jas aan, yeah. waarmee de dokter denkt zich een soort van artificiële ja, immuniteit te verwerven. En um, de rechters, de officieren van justitie, ja, jullie trekken, trekken een zwarte jas aan. Ja, de. jullie trekken een zwarte toga aan, ja. waarbij je uh, ook een, een soort ja, uh, juridische onschendbaarheid uh, letterlijk vertegenwoordigt met die jas. Ja, uh, ik denk dat die toga wel een bepaald symbool uitstraalt het, ja. en ik denk dat het ook wel... Een, een zekere neutraliteit vertegenwoordigt, hè? die onafhankelijkheid. Um, ik, ik moet er wel eens om lachen. Dat zul je zelf ook wel hebben. Als je, als je bijvoorbeeld iemand kent. die bakker is. of weet je wel. die altijd. op een of andere manier een bepaald soort kleding aan heeft. of een politieagent, heb je het ook wel. Hm. Als die dan ineens gewone kleding aan hebt. Dan, dan herken je hem eigenlijk niet. Nee. Dat is heel raar hoe dat werkt. Terwijl dat ja. gezicht. Het nog steeds hetzelfde is. Maar je, is. En ik denk dat dat met een toga ook zo is. Ja, ja. zeker. Je ja, herkent ja. mensen contextueel. Klopt. Klopt. Ja, en ik ja. denk dat dat, dus, dus het wordt altijd wel gezegd dat dat, hè, dat, dat op een of andere manier die, die neutraliteit vertegenwoordigt. Want je kunt ook niet zien of je sieraden draagt of bepaalde symbolen draagt. Wat natuurlijk mm. altijd, hè, want men zegt: die rechter moet echt heel onafhankelijk kunnen functioneren. Dus die moet geen religieuze symbolen dragen. Je moet mm. eigenlijk. Ja, het, moet, het is wel een mens, maar voor de rest moet hij eigenlijk geen opvallende kenmerken hebben. Uh, daar wordt ook wel eens over gediscussieerd. Maar in het oh, algemeen, kijk maar naar de uh, schoenen. Dat is het enige waarin men <laughs> nog kan variëren. Alle mensen, als je kijkt naar de schoenen van advocaten. Ja, maar een rechter loopt natuurlijk niet. Want officieel nee, die heb je die zelfs. Ziet de voeten niet, hè? Die voeten ja. zie je niet. Dus dat, dat, en, en in het reglement, wat behoort bij de, bij de wet op de rechtelijke organisatie, staat ook precies beschreven wat voor schoenen je geacht wordt te dragen. En wordt er een gevolg aangegeven? Nou. Ik denk steeds minder, weet je wel, ja. maar. Ik... Ja, zelf heb ik het altijd wel gedaan. Dat je toch, tegenwoordig zie je allemaal advocaat op gimschoenen en, en weet ik het ja, wat. Ik geloof dat ik ja. altijd wel een beetje me heb aangepast bij die, bij die toga, geloof ik. Maar oké, okay, daar, ja. daar zit denk ik het grote verschil niet helemaal in. Ik denk ook wel wat misschien wel veel belangrijker is. dat ik vroeger wel vaak de discussie had dat een rechter, dat die, die mocht niet subjectief zijn. Hè? Dat was misschien wel een veel belangrijker ding dan alleen maar die toga. Want de rechter stond als het ware bijna boven de wet. En. Mm -mm. Ik, ik denk van dat in het heden, als ik gewoon terugkijk op mijn rechtelijke uh, carrière, dan denk ik van, natuurlijk heeft een, een rechter is een mens, dus een rechter heeft ook subjectieve elementen. Zoals ik in zittingszaal in kijk, zal een ander het anders doen, weet ja. je wel. Dus je, je beleving van mensen is ook anders. Het enige wat, wat, voor, wat bij rechters gewoon wel belangrijk is, is dat je opleiding zo intensief is, dat men probeert um, jou eigenlijk ver boven, Um, uh, subjectieve elementen te laten staan. Hè? Dat je dat geleerd krijgt in je opleiding. Maar je blijft altijd een mens. Daar ben ik echt van ja. overtuigd. Ja. Weet je wel, dus dat speelt zeker een rol. Zoals je naar dingen kijkt. Dus dan moet je jezelf ook heel erg van bewust zijn. En als jij denkt van, goh, mijn persoonlijke opvattingen in een bepaalde zaak zijn toch te groot. Dan moet je je verschonen als rechter. Dan trek je je terug. Ja, er is in de wet iets voor opgenomen. Stel, dat, dat er iets gebeurt en door, um, mm. um, uh, door mijn persoonlijk leven heb ik een, een extra verbinding met. Hè, bijvoorbeeld, mm. uh, weet ik wat, ik werk, uh, ik heb kinderen op een crash zitten en daar gebeurt iets erg. Dan moet je wel heel goed over nadenken. Ja, dan kun je die zaak niet voorzetten. Uh, nee, en dan, en dan kun je zeggen van ik kan die zaak om persoonlijke omstandigheden niet objectief genoeg behandelen. Dus ik wil me verschonen. Dan komt er een andere rechter op die zitting ja. te zitten. Maar je begon dus jouw carrière als rechter in uh, 1990. En, uh... Want, hè? en wanneer werd je dan voorzitter ongeveer? Van de... Ik denk een jaar of zes later. later, zoiets. En heb je dan altijd ben je altijd verbonden geweest aan de rechtbank Midden-Nederland? Nee, nee, nee. Ik ben uh, in Arnhem begonnen. Mm -hmm. De rechtbank Arnhem, dat heet tegenwoordig de rechtbank Gelderland, maar toen heette ja. die nog de rechtbank Arnhem. Daarna ben ik naar de rechtbank Den Haag gegaan. Mm -hmm. Uh, daarna naar de rechtbank Amsterdam, om uiteindelijk bij de rechtbank Utrecht dus je hebt uh, te niet, eindigen. Ik heb heel Nederland uh, doorgereisd. Ja, dat had met capaciteit vaak te maken, of juist dat mm. je in een bepaald gerechtsgebied werkzaam bent geweest. Ik ben ook niet mijn hele leven strafrechter geweest. Ik heb ook andere onderwerpen gedaan: mm. uh, familiekamer, intellectuele eigendom. Dus binnen het recht zijn natuurlijk nog wel meerdere gebieden. Heel veel ja. subspecialisaties. Ja. 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 En um... Ja, dus en op een gegeven moment, nou ja, toen hè, trof je ons of als nabestaande in die ja. rechtszaal. En wanneer ben jij dan, want je bent ook nog voorzitter van de SSR geweest, ja. toch? Heb ik, me, de, herinner ik me dat goed? De SSR staat voor. Studie, stichting Studiecentrum Rechtspleging, oh ja, Dat is het opleidingsinstituut voor rechters en officieren van ja. justitie. Maar dat combineerde ik met mijn rechterschap. Ja, ja. Dus toen was je ja. nog rechter. Want ja. wanneer ja. ben je dan voorzitter geworden van de SSR? Um, oh, je gaat me nou hele moeilijke vragen stellen. 2012, 2010? Uh, ik zou denken in 2000... Ja, zoiets. 2012, <laughs> 2010. Nee, in 2009 zelfs. In 2009. Oh, dus dat was al een ja. tijd lang. Ja, dat ja. was al een tijd. Ja. Ja. 2009, 2010, ja, in het eind van het jaar. Ja, maar even, even terug um, naar, naar jou en jouw moeder. Ik heb jullie natuurlijk toen, toen, maar jullie waren, ik kende jullie uit het dossier bij naam en zag jullie bij gezicht. Hè? Want het mm -hmm. is niet een gewoonte dat je in een zittingszaal mensen een hand geeft. Hè? Je zit dan toch mm -hmm. achter die uh, tafel. Dus ja, in die zin zit je daar een beetje neutraal te wezen. Dat heeft er ook mee te maken dat mensen niet de indruk moeten krijgen... dat je op een Vriend of andere manier bent. partijdig bent. Hè? Dus ja. dat je een partij trekt voor, voor een van de betrokkenen in, in de zittingszaal. Maar eigenlijk pas veel later, toen natuurlijk dat vonnis al lang gewezen was... en zelfs in hoge beroep al was afgewikkeld... heb ik jouw ja. moeder inderdaad bij een bijeenkomst van de federatie... nabestaande geweld ont, uh, ontmoet. Je heette toen, uh, denk ik, nog niet eens zo. Ik denk dat het toen nog onder de oude naam was. Zelfs. Klopt, dat klopt. Ja. Dat denk ik, dat dat was. Ja. Dat, dat zou ik niet meer weten. Maar ik, ik weet wel dat die bijeenkomsten organiseerden. waar ze dan um, spraken met elkaar. om te beginnen over al hun ervaringen. en wat er in hun leven gebeurde. En dat ze dan af en toe ook een gastspreker uit, uh, uitnodigden. En. Uh, ik kan me herinneren dat ik toen in zo'n sessie was en dan gingen alle mensen hun ervaringen over de zitting en het verloop van ja, zo'n strafproces delen. In die delen. tijd werden er een soort uh, lotgenotenbijeenkomsten georganiseerd met een thema. En dan werden he, er werden dan rechters uitgenodigd. Maar ja. ik denk ook he, voor één rechter, één officier van justitie, één advocaat of, of twee rechters, zoiets. Ja. En dan konden mensen. He, dus dan had je als het ware een plenair deel met Klopt. een soort van uitleg. En vervolgens kon je dan uiteen in een soort kleine groepjes. En dan zat jij als rechter aan een tafel. En dan konden mensen aanschuiven. En dan had je zo'n carouselsysteem, toch? Ja, ik denk maar dat, dat, dat was bedoelt. niet in mijn geval. Want ik was alleen als gast, kan ik me herinneren. Mm. En. Um... Uh, toen was jouw moeder was in de zaal. Dat wist mm. ik op dat moment. Ja, ik heb iedereen wel een hand gegeven, dus ik wist wel dat ze er was. Maar mm -mm. weet je wel, dat zij was voor mij toch redelijk op afstand. Want ik, ja, weet je wel, ik had haar wel in die zittingszaal, maar nog niet nooit met haar gesproken. Mm -hmm. En uh, Toen was ik alleen als gast, dus ik heb een heleboel vragen beantwoord. In ja, in die, zittings, in die zaal hè, in die, ja. waar iedereen zat, ja. en dan zie je ook wel wat er allemaal mis kan gaan in zo'n strafproces. Want ik trof daar ook wel ja, mensen die tevreden waren met wat, wat, wat hen in het in de zittingszaal was overkomen, of in dat hele proces, maar ook wel mensen die heel verdrietig waren over wat hen was, uh, of was overkomen, boos natuurlijk, of ongelooflijk boos. Het echt, echt, uh, en ik weet ja. dat ik in het en en, en en ik had daar wel heel veel begrip grip voor. Want ik vind ook, het is, boosheid is ook een vorm van verdriet. En als je ziet wat al die ja. mensen meegemaakt hebben, vond ik dat verder eigenlijk geen punt. Maar ik werd in ieder geval op een gegeven moment in de discussie behoorlijk uh, aangevallen door een aantal mensen die gewoon hele nare ervaringen hadden. En toen herinner ik me dat jouw moeder opstond en die zei van, goh, ik wil toch iets zeggen over mevrouw Jansen, want dat is onze ervaring in ieder geval niet. Mm -hmm. En toen deed zij haar verhaal, zou huh? ik maar zeggen, daar in die bijeenkomst ja. en hoe het gegaan was. En dat, dat, haar, dat jullie dat in ieder geval goed gedaan had, uh, dat vond ik wel fijn om te horen, want je hoort dat eigenlijk nooit. Hè, want je nee. spreekt eigenlijk nooit meer met, uh, met slachtoffers of nabestaanden na zo'n zitting als rechter. Misschien is wel de neiging om er heel grote afstand van te houden. Hoewel dat nergens op slaat, want als het vonnis geweest is, dan zou dat niet een probleem moeten zijn. Mm -mm. Uh, maar toen heb ik haar daarna uitgebreid gesproken met een kop koffie uh, in, in de nazit. Zou ik maar zeggen. Dus toen ja. heb ik haar eigenlijk op die manier voor het eerst, denk ik, ont, ontmoet. En daarna ben ik haar nog wel eens op meerdere van die bijeenkomsten tegengekomen. Ja, dus ik denk dat dit misschien in 2009, 2010 geweest is. Ja, het was, het was, ik denk dat het ongeveer in die tijd geweest moet zijn. Ja, ja. ja. ja want ik ging toen niet mee naar nee. die lotgenotenbijeenkomst. Nee, ja, ja, nee. Ik vond dat veel te confronterend. Ja, dus ik, ja wat dus... ik heel goed snap. Want je ja. hebt natuurlijk heel veel verdriet samen. Met nou ja. alle, alle, alle mensen, je hebt je eigen verdriet. Ja. Maar er is ook nog heel veel verdriet. Want er waren meestal 40, 50 mensen. Dat was best een grote groep toen ik ja. er was. Ja. Dus um, ja, dat is best veel. Dus ik, dat zeggen mensen ook wel als ze dan s'avonds thuis zijn, dat ze ja dat het gewoon heel vermoeiend en dat het enorm binnenkomt. Dus dat dat best heftig is. Dus, uh, nou ja, ja. Ik, ik denk als ik terugdenk, waarom ging ik er niet naartoe? Ik denk, ja, hoe leer je je verhouden tot het feit? dat je zus of je kind vermoord is. Dat alleen al aanvaarden, los van het feit dat je iemand gewoon mist... omdat iemand van wie je houdt dood is. Weet je, hoe... Ja, weet je... Ik vind dat zelf ook... Ik bedoel, ik, ik ben ja. natuurlijk professioneel hierbij betrokken geraakt... maar intussen heb ik natuurlijk, zeker als voorzitter van Slachtofferhulp Nederland... gewoon ook heel veel nabestaanden spreek ik. En spreek ja. ik met een zekere regelmaat bij allerlei bijeenkomsten... Um, maar nog steeds uh, weet je wel, is dat heel moeilijk te begrijpen. Om, om, weet je, wel, je, je, je probeert het wel mee te voelen, maar dat kun je niet meevoelen als je dat niet meegemaakt hebt. Ik weet ook bij de bijeenkomst waar ik jouw ja, moeder de eerste keer ontmoette, dat mij opviel dat heel veel mensen een, een soort gouden medaillon droegen met een fotootje uh, erin. Weet je wel? Dus dan ja. stond je te praten met iemand, maar je keek en ook je als je, tegen het ja, gezicht ja. van degene die, uh, ja, die vermoord was. Um, het andere wat mij opviel, dat was iedereen, want je weet je, aan een zittingszaal heb je wel een bepaald soort taalgebruik, hè, het juridische taalgebruik, noem ik ja, het toch maar. Ja, formele taalgebruik. Ook dat. Maar ik zat wel een beetje. Ik dacht, goh, zeg je dan dat mensen zijn overleden? Maar toen wist iemand mij al heel snel te zeggen van dat haar kind vermoord was. En ze zei, wij gebruiken hier ook het kind vermoord. Want mijn kind is niet overleden. Dat is vermoord. En toen dacht ik, oh ja, dat is ken ik hier wel een woord wat je gewoon kunt gebruiken. Terwijl je dan voor jezelf wel een beetje zit te zoeken wat het goede taalgebruik die... ja, is. Hè? Wat ja. hoe mensen met elkaar omgaan, wat ze prettig vinden. En dat, dat weet je wel vanuit de zittingzaal, maar niet weer daarna vanuit de. Ja, want dan heb je eigenlijk gesprek. weer andere omgangsnormen. Heel, waar, ja, waar het ja, voor jou als eigenlijk. professional ja. en voor andere professionals ook zoeken is welke. Woorden ja. zijn passend. Hè? Ja. En inderdaad, voor, voor de nabestaanden zelf, die zeggen zonder enige Mijn partner is vermoord, mijn moeder is vermoord, ja. mijn kind is vermoord, hè? bewijs van. of mijn oma of, of opa is vermoord. Dus als nabestaande zelf gebruik je die woorden. Hè? Maar ja. je wilt natuurlijk eigenlijk als professional. Niet iemand voor het hoofd stoten, waardoor je in een nee. soort vacuüm komt van welke woorden gebruik je. Maar ik, hang, ik blijf heel erg hangen bij wat jij zegt over die ketting. Ja, ik ik heb... vond dat kwam bij mij al ja. binnen. Ik weet dat, dat ik daar de ja. hele tijd mee bezig geweest ja. ben. Ik heb vandaag, heb, ja, weet je, daar denk ik eigenlijk niet meer bijna. Maar ik heb vandaag het hartje om, wat vandaag mm -hmm. was. Zal ik ook wel weer met de reden hebben gedaan. Maar dat medaillon, want mijn moeder heeft hem ook. Ik weet het, want ik weet ja. dat ik het zag dat ze hem droeg. Ja. ja, maar ze droeg hem toen, denk ik, nog met. Hè, want het is dus een gouden ja. Ja, hangertje. Ja. Je hebt ze groot en je hebt ze klein. Dus die van mijn moeder, die is, nou ja, iets groter dan een kwartje, denk ik. Ja, zo'n mooi klein. Ja. Een, mooi, mooi. Uh, Niet heel, heel ja. groot. En de foto van Nania, die is er in. Uh, hè, met, met zijn eigen 3 d ad is dat. Ja. Dus die is daarin gegraveerd. En toen had ze, denk ik, Nania haar gezicht nog naar buiten. En ze is op een gegeven moment is hem om gaan draaien. Hè? Okay. Zo van: dan kijkt ze als het ware mij aan. Dan ja. ligt ze letterlijk op mijn hart. En nu draagt ze hem eigenlijk niet meer. Maar inderdaad, bij die bijeenkomsten, bij lotgenoten bijeenkomsten, ja. valt het echt op hoeveel mensen de ketting dragen met daar. Op een foto van hun ja. overleden kind. Er zullen ook partners zijn die ik doen of kinderen van vermoorden ouders. Ik zie hem ouders. nou geloof ik weer bij bijeenkomsten iets minder. Maar daar zag ik in. In die tijd was het misschien al altijd. Ja. En ik, ik. Hij had natuurlijk wel iets moois, maar ik betrapte me erop dat jouw ja, moeder droeg Nadia op de hart. Hè? Dus ja. voor haar was het een andere positie, maar. Ik keek naar jouw moeder met daaronder het gezicht Nadia. van Nadia, die ja. in het gesprek eigenlijk meesprak, als het ware. Die was daar <laughs> en dat is een, een, toch een beetje een andere positie, wat ja. ook op mij dan weer wel heel veel indruk uh, maakt. En ik vond het ook wel prettig, want jouw moeder kon er wel heel goed over praten, weet je wel. En mm. um, dat heb ik eigenlijk ook wel geleerd bij die, bij die bij, bijeenkomsten. Dat het gewoon fijn is om gewoon alles te benoemen. Eh, omdat mensen in deze samenleving, zeker als het gaat over dood en zeker als het gaat over vermoord zijn, ontlopen dat. Weet je wel, die denken: Oh, ik, ik weet het niet en ik vind het eng en mm -hmm. ik loop er ver weg bij. Terwijl. De betrokkenheid, het dan nou vragen, weet je wel, dus nu vraag ik ook altijd: van, Goh, en waarom bent u hier? Wie is bij, uh, bij u vermoord? En dan merk ik dat mensen daar ook met heel veel liefde over praten. En mm -mm. dat je daar ook een band rondom ontwikkelt. En ik vind eigenlijk, ja, weet je wel, ik vind dat in de Nederlandse samenleving de dood er ook. Eigenlijk niet mag zijn, weet je wat ik vind dat de Nederlandse samenleving dat wegdrukt. Ik, ik ben altijd dol op, op de Italianen die gewoon gaan picknicken op het kerkhof. Weet je wel, ja. die bij hun familie dan denk ik van kunnen wij dat in Nederland ook niet introduceren, terwijl wij Hollanders of Nederlanders daar denk ik heel raar naar kijken. Weet je wel, dat, nou ja, de dood wordt doodgezwegen. Ja, die wordt doodgezwegen, ja. maar waarom, weet je wel? ik bedoel. We, weet je wel, hoe hard ook, hij, hij is er wel. Um, uh, ik, ik bedoel, de liefde voor iemand die vermoord is, is niet minder geworden. Ik bedoel, mm. um, hij is er ook. Uh, ja. Die persoon, weet je wel, ook, ook als wij met elkaar spreken, is Nadia er ook altijd. En mm. dat is ook prettig. Dus dan denk ik, ja, waarom moet iemand dan ja, weggevaagd worden? Hè? Want dat lijkt het dan eigenlijk een beetje. Waarom kan iemand gewoon niet mee blijven doen? Want die, die is er gewoon, dus die gaat ook niet weg. Gelukkig. Ja. Dus we moeten, ik vind dat we ook iets moeten doen in Nederland met die beleving van, van, van de dood en dus ook van moord, omdat ik denk op het moment dat je dat beter leert te hanteren, dat je daar minder bang voor bent, dan denk ik dat het samenleven, noem ik het maar even, ook voor iedereen, eh, ja, makkelijker is niet het goede woord, geloof ik, maar. Het is makkelijker te hanteren, laat ik het dan zo zeggen, in de zin van je weet dat je erover kunt praten. Maar uiteindelijk denk ik van ja. Weet je, ook mensen die overlijden of mensen die vermoord worden, blijven nog steeds wel deel uitmaken van je gezin of van je familie. Nou ja, dat blijft je zus, het, ja. het is gewoon je zus. Het is er altijd. Raoul heeft heel veel fasen. Ja, ja, ja. Je zou denken op een gegeven moment. Dan leer je leven met het verlies en dan gaat het naar de achtergrond. En ik denk, doordat Nadia Moordenaar natuurlijk nog steeds in de TBS zit, of hè, dat die processen nog steeds lopen, gaat mm -hmm. het niet naar de achtergrond. De moord gaat niet naar de achtergrond doordat je in de media altijd met nieuwe moorden geconfronteerd mm -hmm. wordt, Absoluut. die jouw eigen verlies triggeren. Um, ja. Maar het ik... is rauw ook, hè? Dus is... Ja, het is ja, rauwe en rouw. Het is rauw. Rauw. verwondend, ja. 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 Nou ja, kijk, hè, de, ik. Uh, nou ja, misschien is dit een mooi moment hè, om mijn e-book te benoemen. Mm -hmm. uh, nee, ik heb natuurlijk uh, vanaf dat Overleven de documentaire uitkwam, in oktober 2019, een maand la later, ben ik begonnen met het schrijven van. Columns als ervaringsdeskundige voor de misdaadwebsite Femke vertaal. Nou, dat zijn in totaal 22 columns geworden, hè, die ik tot en met. Heb uh, zie je gezien? Ja, en tot en een met heel gelezen. Ja, ja. ja, tot en met 2023 <laughs> heb ik die columns geschreven. En de, de titel van dat e-book heb ik gekozen: Rauw in de juridische zijlijn. Ja. ja. En uh, nou ja, dat e-book komt dus uit op dezelfde dag dat uh, de, hè, het, eerste, het tweede seizoen van Leef lang kwetsbaar, de podcast, ja, mooi. Uh, van start gaat. Hè? Dus ik ben jullie daar nou ja, echt wel heel erg dankbaar voor, omdat jullie mij ook geholpen hebben met de vormgeving van het e-book. Um, maar die. He, dat rouw eigenlijk in de Nederlandse... en ik zou bijna zeggen in de westerse maatschappij... Klopt, ja, want ja. in Groot-Brittannië, Duitsland, België... is het niet, niet anders. Dus, uh, he, dat rouw iets is wat buiten ons leven geschoven wordt. Ik denk dat dat als paal boven water staat. En ja, in de tijd dat ik die columns schreef... toen zat ik natuurlijk in de ziektewet. Nou ja, terwijl ik... Aan het schrijven was, belandde ik natuurlijk in de via. Nou, ja. Een van de redenen dat mijn podcast uiteindelijk niet een half jaar, maar een jaar stilgestaan heeft, is natuurlijk hè, dat ik ziek geworden ben en ja, heel veel gezondheidsuitdagingen voor me kiezen heb gehad. Ja. Um, en wat ik mij ben gaan realiseren, is het gaat niet alleen om rouw door de dood, waar wij, hè, waar wij moeite mee hebben om op in te gaan. Ik denk. Verlies in zijn algemeenheid, met name als dat verlies onzichtbaar is, dat, daar weten we niet mee om te gaan. He, doordat ik nu eindelijk kan erkennen, ik ben dus chronisch ziek, daardoor ben ik eigenlijk in contact gekomen he, met andere patiënten die ja. dezelfde ziekte hebben als ik heb. En ja, de, die zeggen dus ja, ik ben onzichtbaar ziek. En ja. uh, ziek zijn, dat is ook een rouwproces. Vooral als je dus chronisch ziek bent en ja. er niet een herstelfase komt. Ja. Maar ik denk, ik denk Lucinda, als ik gewoon, hè, we hebben elkaar mm. natuurlijk wel vaker gesproken, maar jij hebt ook vaak uh, dat verlies van van Nadia waarschijnlijk en in je werken bestaan en op mm. andere plekken. Uh, ja, moeten wegduwen, noem ik ja. het. Hè? Dat, dat is het eigenlijk. Ja. omdat dan mensen tegen je zeggen van uh, ja, Lucinda, je bent nou in opleiding tot dokter, dus we gaan even niet zeuren. Hup aan ja. het werk en over een half jaar klaar. Ja. Terwijl jij denkt van ja, maar begrijp je wel in welke fase dat ik nu, nu zit? Weet je wel. En, en jij bent, weet je wel, ik heb je ook leren kennen als een behoorlijke stevige, stevige persoon. Hè? Dus, dus, maar ik bedoel, ja, om, ik, ik denk altijd, als je, als je verdriet en rouw veel meer een plek geeft. Dan denk ik dat je ook misschien wel minder risico hebt op, op fysieke en, en geestelijke aandoeningen. Als we die ruimte durven te geven. Hè, als, we, als we er open over durven te zijn. Mm -hmm. dan, dan denk ik dat, dat, ja, dat mensen ook de ruimte voor herstel voelen. Hè. Dus mm -hmm. uh, uh, ik denk. Uh, ja wij weten vanuit of Hulp Nederland dat praten over verlies gewoon heel belangrijk is. Dat het delen met lotgeloten heel belangrijk is. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk ook logisch, want die mensen kunnen veel beter nog invoelen wat je zelf doormaakt. Maar ik denk van. Je zou ook heel veel kunnen delen met mensen die het niet meegemaakt hebben. Maar dan moet er wel ruimte voor zijn. En, dan, en, en je moet het voelen. Weet je wel? Ook, ook uh, ja, weet je wel. Als jij ten gevolge van rouw uh, uh, geestelijke of, of fysieke uh, ongemak of ziekte gaat ondervinden, ja, snapt iemand dat? Weet je, als jij dan bij de arbo komt, zegt hij dan: van trek je sokken op en hup aan het werk? Of zegt hij: ja, maar weet je wel, ik begrijp wel waar jij doorheen gaat. En, en daar hebben wij ook een beetje kilklimaat voor in Nederland, vind ik zelf. Weet je wel, als jij in landen die veel meer oorlog hebben meegemaakt, uh, 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 in, 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 bij defensie, dan zie je daar veel meer kennis. Van. En ook wel is Amerika, in Israël hebben ze ook veel onderzoek gedaan. omdat, natuurlijk, heel veel mensen te maken hebben gehad met, met, met verlies en dood. en, en natuurlijk trauma, ook een en ja. trauma. En natuurlijk ook in heel veel andere landen. daar zie je dat er vaak veel meer naar gekeken is. veel meer bewustzijn van de effecten. en daardoor ook beter in staat om ermee om te gaan. En ik denk uiteindelijk beter in staat om een vorm van herstel te bieden. en misschien dat het soms nooit helemaal herstelt. maar het voelt in ieder geval al fijn als er het zijn mag. Ja. En ik vind dat we daar in Nederland nog wel een, een lang pad te gaan hebben. Ja, nou ja, ik denk dat dat één ding is, hè, wat zeker is, uh, ja, dat er weinig ruimte is om over jouw ervaring te praten. Hè. Ja, je moet ja. vooral de professioneel zijn, je moet vooral je emoties naar de achtergr achtergrond laten gaan. Hè. Ja, kijk, ik kan me nog herinneren in de tijd dat ik dus hè, aan het specialiseren was dat revalidatiearts dat ik het advies kreeg van nou, uh, die website, wil je die niet afsluiten? Hè? Want de nee, ja. patiënten die gaan jou googelen en dat moeten patiënten maar niet weten. Maar, weet je, Nadia ja. is natuurlijk een onderdeel van wie ik ja. ben. En dat trauma, uh, en ik geloofde dat. Hè? De de, dus je krijgt eigenlijk letterlijk door de strot geduwd van je opleiders... van jij hebt moord meegemaakt en dat moet je maar niet te bekend maken... Want dat maakt jou een minder geschikte dokter. Terwijl je ook kan zeggen: jij hebt een unieke ervaring. Waardoor je een veel betere dokter bent. Want uh -huh. je weet Zeker. wat het is om verlies ja. uh, te lijden in het leven. Ja. Huh? En ziek worden en ziek blijven is ook een vorm van verlies. Maar uh, jij noemde inderdaad al heel kort: uh, ja, de bedrijfsarts. Um, kijk, het, ja, nadat overleven uitkwam. Toen heb ik natuurlijk eigenlijk al gepleit hè, van ja, uh, waarom is er geen data over het ziekteverzuim, het verborgen ziekteverzuim onder nabestaanden van dodelijk nou. geweld? Hè, die data is er nog steeds niet. Uh, ik denk dat er heel veel van dit, op, dit, op dit terrein gewoon weggeduwd wordt. Ja. En ik, ik heb zelf zoiets, maar dat is ook wel iets waar we heel veel mee bezig zijn bij slachtofferhulp en slachtofferhulp. Wij hopen dat er veel meer onderzoek ook naar gedaan wordt, dat je eigenlijk ziet dat in, in een samenleving. Ik, ik heb wel eens een Amerikaans onderzoek gelezen, waarbij de, de samenleving wordt verdeeld in dingen, ik noem het maar in, in winnaars en losers. Hè. Dat zijn ja. twee hele nare begrippen. Maar er is een groep die, die wordt de hele tijd in de categorie gezet eh, alsof ze de winnaar zijn in de samenleving, en een groep die wat verloren hebben, die eigenlijk eh, de losers zijn. Ja. En op een of andere verdrietige manier zijn mensen die iemand verloren hebben of mensen die. Die echt slachtoffer geworden zijn, worden toch de hele tijd ook in die groep gezet. En ik denk dat daar ook het advies dan richting jou zijn: van ja, moet je die website niet afsluiten? Omdat je denkt: van ja, weet je wel, daar kun je beter niet over praten. Dat maakt je een, een zwakker mens en dat slaat nergens over. Ik ja. denk dat juist als je dit kunt overleven, ja, dan heb je een soort oerpower, weet je wel? Want, want eigenlijk, ja, het verhaal, jouw levensverhaal, dat, dat, ja, dat, dat vertegenwoordigt. Zo ontzettend veel intensiteit en kracht om, om, om daarna weer door te gaan, dat je, ja, weet je, ik zeg wel eens: als je, als je dat verhaal vertelt, dan geloven mensen gewoon niet dat het zo gebeurt. Dus omdat dat hun voorstellingsvermogen te boven, te boven gaat. Weet je wel, en dan ga je die mensen eigenlijk in de hoek zetten. Eh, Alsof die de kat, weet je al of daar een soort zwakte, dat heeft daar helemaal niet mee te maken. Weet je wel, je moet juist, juist die andere kant heel erg benoemen. Maar dit zit heel erg, ja, misschien is het dan wel het Bijbelse verhaal van het slachtoffer, zeg ik soms wel eens. Hè. Er zit een hele lange 2000 jaar voorgeschiedenis. En wij zeggen vanuit slachtofferhulp, wij willen dat slachtoffer in die samenleving heel anders positioneren. Dan kunnen wij. Ongelooflijk veel van leren. Daar kunnen we weet je wel, allerlei terreinen van, uh, van leren. De veerkracht. Um, weet je wel, toch, weet je wel, ik ben altijd onder de indruk. in het begin, toen ik wel naar een, naar een herdenking ging van nabestaanden. dacht ik, oh, uh -huh. dat wordt een hele heftige bijeenkomst. Nu weet je ook dat we daar ook heel erg moeten lachen af en toe. Ja. Dat dat ook mag. Dat niemand daarvan schrikt. Maar in het begin dacht ik: Oh, ik moet nou wel de hele tijd het goede gezicht krijgen. Uh, anders anders ja, ik ben wel. ik niet waardig om hier te verschijnen. En nu denk ik: Nee, dit zijn gewoon hele sterke mensen. Die, die er ook over durven te vertellen. maar die ook heel veel kracht vertegenwoordigen. Dus ik denk: daar zou de samenleving moet ook veel meer gebruik van moeten maken. Maar ja. dan moeten we hem wel opkrijgen. Hè? Want als ik nu zie van um, het slachtofferschap. Ja, weet je wel, hoe mensen er goed mee omgaan. dat is vaak een stille tocht en een kaarsje en een bos bloemen. Mm -mm. Maar daarna moet het wel over zijn na een paar weken. Terwijl ik denk van, zullen we eens kijken... dat we dat op een andere manier kunnen, kunnen hanteren, noem ik het maar even. Ja. Nou ja, ik, ik, hem, ik denk... Er wordt heel erg zwart-wit gedacht ja. in de maatschappij. Ja. Ja. Hè? Ja. Hoe ben je het? Je bent slachtoffer of je bent geen slachtoffer. Als Klopt. je geen slachtoffer bent, hè, dan behoor je tot de goede... want jij maakt carrière... En hè, je doet ja. het goed. Je beklimt de carrière, carrière ladder. Ik ben natuurlijk van de carrière ladder afgedonderd. Uh, daar, dat doet al heel veel. Hè, met je eigen waarde. Ik ben echt wel in een gat gevallen op het moment. Ja, dat dus. Uh, ik definitief ja, die via WGA beschikking kreeg. Mm -hmm. dat, dat is echt een enorm rouwproces geweest. Ja, wie ben ik nog? Ik heb zo hard geknokt om revidatiearts te worden. Als ik dat niet meer kan zijn... Wat Ben ik dan nog waard? Ik denk, ik, denk, ik denk overigens nog steeds een zeer waardevol mens met heel veel kennis, dus ja, uh, ja. Maar ik dat, ben, ik dat, ben, ik snap het, ik snap wel wat je zegt, hoor. maar ja, uh, nou ja, maar het het, 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 wij denken heel erg in zwart-wit. Ja, en ik, ja. ik, 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 het mooiste voorbeeld en ook het meest verriedige voorbeeld daarvan was hè, vorig jaar mei rondom de tbs zitting, heb ik een interview gegeven voor uh, RTL Boulevard. Ja. En dat ging over, uh, nou ja, ADT best maar dat ging ook over mijn podcast. Hè, ja, dat ik, ja. nou ja, best wel een unieke podcast ben gestart. Er zijn een Zeker. heleboel podcastseries die verhalen over moord. Ja. Maar er is, voor zover ik weet, en ik hoop dat een luisteraar mij erop wil wijzen als ik het mis heb. Maar volgens mij is er geen enkele podcast waarbij de host een nabestaande is, die vanuit de positie van nabestaande spreekt. Ja. Hè, dat, dat bestaat niet. En in dat interview met die journalist uh, van RTL Boulevard, weet je, dat was een heel prettig interview. Ja. Hè? En ik vertelde over, nou, ik ben van mening dat er echt een expertisecentrum dodelijk geweld moet komen. Waar niet alleen nabestaanden terecht kan kunnen. Voor ondersteuning en advies, ja. hè, bovenop wat jullie als Slachtofferhulp Nederland bieden. Maar waar ook die werkgever, de bedrijfsarts, de verzekeringsarts van het UWV. waar verschillende partijen kennis en informatie kunnen ophalen. van: oké, okay, mijn werknemer uh, heeft dit meegemaakt. Ja, Hoe begeleid ik hem? Zo'n kenniscentrum, hè, ik ben echt van mening dat dat er moet komen. Nou. We hebben het er ook wel eens over gehad dat we dat zouden kunnen combineren. Want eigenlijk zit daar ook ja, een zeker. soort bijna multiperspectief in. Hè, dat ja. je eigenlijk zegt: je moet elke keer naar het unieke hè, ja. van het individuele ja. nabestaande kijken of slachtoffer. Tegelijkertijd kun je ook wel dingen delen aan kinderen. Ja. zeker ja. als je het hebt over trauma. Hè, ik bedoel, moord, suicide, dodelijke dus. verkeersongelukken. Ja. De aanleiding is anders, maar. Dat kan natuurlijk net zo traumatisch ja. zijn en net zo ver doorwerken. Hè? Dus misschien moet je dat breder trekken dan alleen dodelijk geweld. Maar wat heel bijzonder was, is: hè, ja, RTL Boulevard heeft natuurlijk in de studio. Dan iemand die reageert op het interview, hè? dus op, okay. op wat er ja. thuis uh, wordt besproken. Yeah. En in het verleden was dat altijd Peter de Vries, okay. die ja. reageerde op een uh, item met mij, omdat hij van begin af aan betrokken is geweest bij haar zaak. Ja, en nu was het een strafrechtadvocaat. Okay. En ik wist wel, er gaat een advocaat op mij reageren. Ja. Maar ik had nagelaten in mijn totale naïviteit om te vragen: wie is die advocaat? En ik had ook even over het hoofd gezien dat het een strafrechtadvocaat was. En wat zij deed, die vrouw, is dat zij mij echt positioneerde in de slachtofferrol. En eigenlijk mijn hele missie, hè, ik heb even opgeschreven: wat is nu eigenlijk waar ik mee bezig ben sinds. Documentaire is, sinds de documentaire Overleven is uitgekomen, is dat ik van mening ben dat uh, er een gebalanceerde strafrecht moet komen. Dat is waar ik mij voor inzet en dat binnen het strafrecht meer oog moet zijn voor de belangen van alle betrokkenen, in het bijzonder natuurlijk ook de belangen van nabestaanden en slachtoffers. Ja. Uh, niet alleen tijdens de strafzaak, maar ook tijdens die TBS-verneenszitting. Ja. Dat is de ene kant uh, van mijn missie van de medaille. En de andere kant is natuurlijk dat ik mij uitspreek voor een betere nazorg, uh, met aandacht voor de lange termijn gezondheidsgevolgen. Um, en die, nou ja, die strafrechtadvocaat, die positioneerde mij dus in de rol van het zielige slachtoffer. Die dus uh, een soort lotgenotencentrum op wil zetten. Nou, dat moest ze maar vooral doen. En ja, nou ja, waarom gaat ze nou eigenlijk nog naar die tbs verlengingszittingen? En het mooie was wel, want ik heb er niet eens meer op gereageerd. Ik dacht echt, nou, meen je dit? Waarop mijn man heel nuchter zei, ach Lucinda, nu zie je dus waarom het belangrijk is dat jij je blijft uitspreken. Hè? Want het is kennelijk ja. nog steeds nodig. En er zijn... Andere lotgenoten ja. geweest, ook nabestaanden van Dodig Geweld, die contact hebben opgenomen toen met de redactie ja. van RTL Boulevard. Van nou, dit kan echt niet. Nee. Maar die visie, kijk, die advocaat die zei iets, maar dit is wel de visie die er is. Hè? Ja. Het slachtoffer moet in de hoek zitten, moet niet moeilijk doen. En waarom ga je nou eigenlijk nog naar die TBS-verlengingszitting? Nou, leg mij eens uit, Rosa, Waarom doen mensen dat? Ja, weet je, ik, ik, ik vind dit dus onkunde en, uh, weet je wel, dus en, en gewoon gebrek aan kennis. Ja. Um, en misschien ook nog wel een stukje angst, hè? gewoon het wegduwen. Terwijl je dat bij een strafadvocaat niet, uh, niet zou verwachten. Mm -mm. Maar toch zit het er gewoon wel. Hè? Ik bedoel dat je echt denkt, wat weet je nou wat je, wat je zegt? Weet je wel op dit moment. Luister mm -hmm. eens even naar, uh, naar jezelf. Uh, ja, daar is. We hebben daar nog heel veel werk. Weet je wel. Het feit, jij vroeg mij daar straks nog ergens van: waarom heb je die overstap gemaakt naar slachtofferhulp Nederland ja. als rechter? Ja. Eh, want iedereen zei van: Goh, je hebt toch een hartstikke leuke baan. Waarom ga je naar slachtofferhulp? Maar ik had zelf heel erg het gevoel, mede door alle bijeenkomsten waar ik de had, had bijgewoond met nabestaanden en met slachtoffers, dat ik dacht: er moet meer gebeuren. Weet je wel. Er is zo'n grote onbekende. Het strafproces draait in feite alleen maar over de al dan niet veroordeling van de verdachte. En er is een kleine. Een rolletje voor het slachtoffer, maar uiteindelijk speelt hij daar nauwelijks een rol. Mm -mm. Je merkt dat in de praktijk, zeker de wat jongere rechters, zie je die zijn wat meer opgegroeid met het slachtoffer en het sprekende slachtoffer. Daar zie je wel een verbetering. Mm. Maar of iedereen zich realiseert wat de positie van dat slachtoffer daar moet zijn en hoe moeilijk die positie is, ja, dat, is voor mij, dat was voor mij echt een, een drive om, uh, om, om hier te gaan werken en die boodschap ook voortdurend overal uit te dragen. Want we weten allemaal op papier. Heb je nog wel slachtofferrechten, zoals ze zo mooi heten. Mm -mm. Maar als je ze wil gaan handhaven. Hè, als je op tijd je dossier wil hebben. en als je geïnformeerd wil worden over een TBS-zitting. of als jij toch meent dat je wil, wil spreken. En dat dat eigenlijk ook best kan, hè? want er kan een hop op zitting. Dan is het de hele tijd wel hard werken. Dus wij, pro ik probeer in ieder geval vanuit mijn positie en met de kennis en het netwerk, wat ik natuurlijk ook wel meegenomen heb uit, uit, uit mijn eerdere werkringen, probeer ik dat wel uit te dragen. En daar is echt nog een, een enorme stap in, in te zetten. En dat moeten we ook echt samen doen. Want ik denk, het verhaal van een nabestaande is uiteindelijk altijd het meest overtuigende. Weet je, wel? ik kan het ondersteunen, mm -hmm. maar jij vertelt het. En die combi, die maakt het uiteindelijk heel erg sterk. Want dan denk je van. Maar ja, je kunt niet de ervaring, de eigen ervaring van iemand ontkennen. Dat is gewoon een gegeven. En daar kun je ook een, een hoop mee. En wij kunnen vanuit de vele ervaringen die wij horen, kunnen wij het op die manier nog, nog aanscherpen, zeg ik maar even. Maar we zullen het samen moeten doen. En we zijn er nog niet klaar mee. Want als je even niet oplet, dan verdwijnt er weer een klein rechtje. Of dan is er toch weer even iets vergeten waar een slachtoffer of een nabestaande gewoon recht op heeft. Nou ja, er zijn natuurlijk maar veertien slachtofferrechten. Zeker. Uh, als we het hebben over het strafrecht. Nou ja, het wetboek van strafrecht, hoeveel centimeter is dat? Dat hangt vanaf welke editie je hebt, denk ik. Ja, maar ik weet, je, ik hoef niet zoveel regels te hebben. Voor nee. mij is het belangrijk dat ik bij professionals de intentie zie om dat slachtoffer over een positie te geven. En daarnaast willen we natuurlijk nog wel wat, rechter, wat regels toevoegen. Hè? De nieuwe eh, herziene richtlijn eh, in, van de Europese Commissie is daar een mooie van. Hè, die zegt van je moet. Die slachtofferrechten niet alleen geven, maar een slachtoffer moet ze ook kunnen afdwingen. Hè? Dus als het gewoon niet hmm. wordt toegepast, dan moet je een, een, een hoger beroepmogelijkheid hebben om te zeggen, er is geen rekening gehouden ja, met mijn dat rechten. Niet, Op het dat moment is er niet. Dat uh, het Openbaar Ministerie besluit, we gaan uh, hè, niet vervolgen, nee. of uh, na eerste aanleg ja. besluit het Openbaar Ministerie, we gaan niet in hoger beroep, terwijl het slachtoffer of de nabestaande wel, hoger beroep Zeker. willen, dan. Sta je dus met je rug tegen de muur. Zeker. Dus daar moet, daar moet dus echt garantie in komen. Hè? Dat je dat ja. kunt nakomen. Dat is nog best hard werken. Want dan zegt ja, iedereen... Ja, maar er nog niet. We willen een sneller strafproces. Maar dan, denk, dan zeg ik van... Ja, dat kan best. Hè? Dat is prima om dat mm -hmm. te willen. Maar het slachtoffer behoort daar gewoon... een hele belangrijke rol in, uh, in te spelen. Dus we moeten daarvoor blijven vechten. Want het is niet een garantie. Nee. Nee, nou ja. Ik denk... Hè, uh, je hebt... De slachtofferrechten tijdens de strafzaak. En dan ja. heb je ook nog de slachtofferrechten tijdens de TBS-verlengingszittingen. Nou, die zijn eigenlijk helemaal niet. Die zijn er gewoon niet. Hè? Uh... Nee, maar je hebt ook de beschermingsmaatregelen tussendoor, hè, die, ja. uh, die ook niet altijd gerespecteerd worden nee. op, een, op een manier. Nee, ik heb heel veel moeite om. Uh, nou ja, die. die... Ja, om, om de gebiedsverboden, om die gehandhaafd te krijgen. Hè? Dat, ja. uh, dat gaat niet heel gemakkelijk. Um, maar ik blijf nog even hangen bij eigenlijk wat jij zei. Hè? Van, ja, bij, in Nederland of in de westerse wereld wordt rouw toch heel erg buiten de maatschappij geplaatst. Hè? Dat ja. is natuurlijk een reden. Vroeger waren de begraafplaatsen in Op het buiten. hart van het dorp. Ja, en dan na de buiten ongeveer. Ja, bijna. nu liggen ja. ze buiten de dorpsgrens, ja. buiten de stadsgrens. Hè. De crematoria die liggen in de weilanden, zo ver mogelijk van het dagelijks leven, want we willen er niet mee geconfronteerd worden. Maar um, hè, en als ik terugdenk aan wat die advocaat toen zei, uh, ik zal dat filmpje, als dat lukt, dan kan ik hem wel erbij plaatsen bij deze. Uh, aflevering, Want het is wel een illustratief filmpje uh, over wat, hoe zij dan reageert op mijn item. Hè? Wat ja. ik dan eigenlijk uitdraag en hoe dat verbogen wordt. En uh, waarin ik eigenlijk als slachtoffer, zonder dat ze dat uitspreekt, wel de schuld krijg dat ik het verdriet over mij af blijf roepen. Doordat ik na de haar moordenaar ja. blijf volgen in die TBS-zittingen. En uh, wat ik. Mij ben gaan inzien is, of wat ik mij ben gaan realiseren, moet ik zeggen, is dat het voor heel veel mensen heel lastig is en kennelijk heel angstig is om zich daadwerkelijk te kunnen verplaatsen in de positie van of het slachtoffer, of de nabestaande of de patiënt. He, dat, dat heb ik bij mijn collega-dokters ja. heel duidelijk gezien. Toen ik dus patiënt werd en niet meer een van hun werd, toen. Al die vriendschappen, die natuurlijk primair collegiale relaties waren, weet je, die brokkelden heel snel af. Ja, ik denk, ik denk dat het ook wel komt. We hebben hier zo'n zo heel mooi werkthema in huis. En dat heet Oordeel uit Aandacht aan. Hè. Ja. Dus dat je dat continu doet. Terwijl een samenleving, omdat. Het slachtoffer in, in hè, de verliezende partij eigenlijk is, volgens die blik van die samenleving. Zie je ook wel dat ze de hele tijd voor dat slachtoffer gaan denken. Terwijl ik denk, mm -hmm. ja, de slachtoffers en nabestaanden die ik ken, die kunnen heel goed voor zichzelf denken. Er is niks met je. Zijn veranderd. Je bent iemand verloren. Maar ik bedoel. Dat wil niet zeggen dat ja. ik jou ineens in een stoeltje met, met, met een warme lamp achter je rug moet gaan zetten. Hè? Ik bedoel, dat, dat is iets. Ja. Dat is gewoon niet heel anders. En dat sluipt er toch. De hele tijd in. En ik denk ook eigenlijk dat we, er, dat we het ook de hele tijd weg willen hebben. Weet je wel, ik zat van de, van de week even toevallig even naar tv te kijken. omdat we een discussie hadden. naar aanleiding van de voice. Ik zal even de namen weglaten uit de Piet tijd, zeg ik maar even. Maar er was een zaak die was geseponeerd. en zou niet vervolgd worden. Mm -mm. En dan zie je eigenlijk toch ook op dat moment. dat, dat een advocaat. En, want, en, dat, en de zaak was geseponeerd. Hè? Dus niet vrijspraak, maar geseponeerd. Dus. Ja, dan is er enige reden om hem niet voor te brengen. Maar dat wil niet zeggen dat dan ineens het slachtoffer een soort idiotus die die een onrechte aangifte heeft gedaan. Maar ik merkte dat in dat praatprogramma werd eigenlijk dat slachtoffer even van die tafel getikt. Want het was CEPO, dus uh, we waren er weer vanaf. Weet je we wel? We gaan dan niet vervolgen, even, dus even de bezem weg. De vermeende misdaad ja. heeft niet plaatsgevonden. Juist, en maar dan even de bezem weg om het pla kleine plaatje weer even schoon te vegen. En gelukkig waren er een aantal mensen aan die tafel die het opnamen, die doorhadden dat het zo werkte: een hoogleraar en. Uh, en, uh, en Saskia Belleman in dit geval, uh, mm. dus uh, journalist. Ja, journalist ja. uh, dus die, gelukkig gingen die wel tegen zetten, Maar het was eigenlijk zo pijnlijk om na te kijken. Dat je denkt, kijk wat je doet. Kijk wat het doet. En de persoon die aangifte had gedaan, zat ook helemaal niet aan die tafel. Dus je kon ook niet een weerwoord bieden. Maar dan denk ik, oh ja, maar hier zie je dus wat er gebeurt. Als je niet goed, met als je slachtoffers en nabestaanden eigenlijk niet makkelijk een plek kunt geven. Dus we moeten daar ook echt iets aan doen uh, als samenleving. Ja, de erfbord... Uh, voor jou ingevuld wat goed is ja. voor jou. Ja. Uh, en, uh... En, da en dat is: ga verder met je leven, ja. hou ermee op. We hebben het nu lang genoeg aangehoord. Weet, ja. je, weet je, dat je dat je toch de hele tijd het feestje komt verpesten? Het ja, zijn even harde bewoordingen, maar ik durf ze tegen jou wel, uh, wel te zeggen. En dat is natuurlijk eigenlijk van de zot. Ah ja, je verpest de sfeer, ja. dat is het. zijn. je moet geen oude koeien uit de sloot halen. Ben je daar nu nog mee bezig? Dat ja. zijn eigenlijk ja. alle bewoordingen. Ja. Hè? En mensen die willen heel graag. En ik snap ook wel dat ze voor mij willen hè? dat het achter de rug is. Dat die rechtszaken achter de rug zijn, uh, dat ik verder kan met mijn leven. Maar wat mensen niet begrijpen is: als je zegt, ja, ga niet meer naar die tbs verlengingszitting natuurlijk is dat een vraag die ik mijzelf ook stel: hoe lang wil ik hier nog mee doorgaan? Dat snap ik heel goed. Hè? Ik bedoel, het, is, het is niet het het fijnste moment, zou ik maar zeggen. Ja. Maar aan de andere kant heb ik niet het idee, Lucinda, als ik naar jou kijk en als ik hoor wat je allemaal doet, dat het leven stilstaat. Weet nee. je wel, jij bent met weet ik het wat allemaal gewoon bezig, weet je wel? Ja. Alleen, ja, Nadia, ja Nadia, er... Nadia is jouw zus en die ja. hoort in dat leven. Daar is op zich niks mis mee. Maar doordat die ander er zo slecht mee omgaat, krijg jij steeds het verwijt. Terwijl ik denk. Oordeel uit aandacht aan, hè? als we mm. daar eens mee beginnen. Dus niet voor jou invullen wat je moet doen. Zij hoeven jouw leven niet te leiden. Als je die ruimte eigenlijk al laat, dan ben je al veel dichter bij elkaar. Maar er, er wordt de hele tijd voor juist het slachtoffer ingevuld. Eh, dat het toch wel fijn is als die er niet meer over praat, als die niet mm. verdrietig is. Eh, als we dit, als we dat, als we dit. Mm. Ja, dat mag je niet verwachten van iemand anders. Eh. Nou ja, en er wordt. Dat wordt ja, er, wordt, er wordt ingevuld ja. wat goed is voor mij. Ja? Ja. Er is ook wel tegen mij gezegd toen mijn moeder haar civiele rechtszaak hè, was afgelopen. Mm -hmm. Dat was natuurlijk in 2017. Hè? Dus dan bedoel ik de rechtszaak waarin zij in eerste instantie haar moordenaar en zijn ouders heeft aangeklaagd. voor haar arbeidsongeschiktheid. Nou ja, dat is allemaal terug te zien in overleven. Waarom die civiele rechtszaak elf jaar geduurd heeft. Maar toen die dus was afgelopen, zou ik maar zeggen, toen zei mijn leidinggevende op het werk: uh, van ja, nu kun je eindelijk gaan rouwen. Toen dacht ik: hallo, wie denk jij dat je bent? Dat je kan oordelen dat ik nog niet gerouwd heb. Waar haal je dat vandaan? Mm -hmm. Weet je, maar. En terwijl het waarschijnlijk nog een goed bedoelde opmerking was. Ja, ongetwijfeld. Nee, maar, maar, je, maar, ja. Je, maar daarom ja. is het zo belangrijk om te begrijpen hoe die woorden uitwerken. Weet je wel? En ik denk dat dat ook is. Jij bent daar veel mee bezig. Wij zijn daar veel mee bezig. Mm -hmm. Weet je wel? Ook om mensen te leren dat jij geen slachtoffer bent. Jij bent alleen slachtoffer geworden op het moment dat jouw zus vermoord werd. Dat is echt ja. iets anders. Het is niet je nieuwe identiteit. Ja. Nou ja, en ik vind het ook wel mooi dat jij net onbewust denkt, maar jij zei: Nadia is jouw zus. Ja. Hè, Nadia is dood, maar ze is niet dood. Nee. Hè, nee ik bedoel, dat ik, ik moest eraan denken, uh, hè, want als wij, eigenlijk als ik naar de rechtbank Utrecht rij, dan rij je natuurlijk bijna langs de Weertsingel, hè, Weertsingel uh -huh. Westzijde waar die stoeptegel ligt. Nou ja, en de woorden op die tegel, die hebben natuurlijk. Die Zijn nog steeds van toepassing. Hè? Je leven gebroken, uh, je herinnering onuitwisbaar, je liefde blijft onverwoestbaar. En ik bedoel, de, la de laatste twee zittingen, zowel het beroep als de eerste aanleg, dus dan heb ik het over 2023, de tbs 1 zittingen beide keren waren we er met bijna tien mensen. Nou, Weet nou. je, Pascal, die uh, de, en zijn psycholoog die gaat erin mee. Hè? Zo van, uh, die, die psycholoog die zei letterlijk tot mijn verbijstering. Ja, uh, hij heeft zo'n nuchtere kijk. En uh, we vinden het echt positief dat hij vooral zijn blik op de toekomst richt. Toen dacht ik nou, als jij Naria wil vergeten. Ik zal zorgen dat je ziet dat Naria nog in leven is. Hè? Dat is natuurlijk dat ik denk van ja, um, ik ga naar die zittingen omdat ik wil laten zien het leed wat deze man heeft nou, veroorzaakt, wat hij mij heeft aangedaan, mijn moeder heeft aangedaan, mijn vader heeft aangedaan. Maar ook de omgeving van Nadia en niet te vergeten Nadia zelf, dat wordt niet vergeten. En niet. dat wil je natuurlijk nee. aan die rechtbank ook uitdragen. Ja, hoe wij dat. Het, uh... het zou toch eigenlijk veel gekker zijn als je dat niet zou doen. Dus ik denk altijd, waarom moet je je de hele tijd daarvoor verantwoorden? Ja, ik zou om... meer verbaasd zijn als jij hier zou zitten en zeggen van ja, weet je wel, Nadie, Nadia is vermoord. Ja, uh -huh. weet je wel, we hebben het hoofdstuk afgesloten. Dit is het hoor. Weet je wel, ik bedoel, dat zou, dat zou mij verbazen. Ja. ja. Dus daarom zitten we als samenleving echt heel raar op dit hoofdstuk in elkaar. Ja. Dus misschien moeten we dat eens wat meer reframen met elkaar en eens gaan kijken wat we daaraan kunnen doen. Ja. Nou ja, het heeft... Hè, het, het... Lastige is wat er onbewust doorheen speelt, denk ik, en de mechanismes waar wij het nu over hebben, is. Um, Nadia is het slachtoffer, mm -hmm. maar maatschappelijk gezien worden op een onbewuste manier slachtoffers en nabestaanden heel erg toch in die hoek gedrukt: van uh, jij bent ook een slachtoffer. Ja, en, en op het moment dat jij je gedraagt als een slachtoffer, ja, dan mogen wij daar iets van vinden. Um, en dat je erover blijft praten, dat is jouw schuld. Ja, maar dan vind ik persoonlijk nog wel een verschil of je je gedraagt als een slachtoffer. Ja. Weet je wel? Of, ja. of dat je gewoon. Weet je wel, gewoon dicht bij je zus blijft, mm. erover praat. Dat is toch niet gedragen als een slachtoffer? Je, nee, bent, ik, ik... je identiteit is ook geen slachtoffer. Je bent je zus verloren mm -mm. door een afschuwelijk feit. Hè? Ik bedoel, wat, mm -mm. wat, wat, wat het toch rauwe maakt in de verwerking. Maar ik, 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 ik bedoel, um, ja, weet je, dan ben je gewoon een mens met een hele ruwe ervaring die je met je meeneemt. Dat, dat vind ik altijd toch. Net iets anders dan iemand, maar gewoon de hele tijd in een soort slachtofferhoek blijven drukken. Maar die slachtofferhoek, volgens mij ontstaat die doordat uh, buitenstaanders heel veel moeite hebben. Om zichzelf te herkennen in het slachtoffer. Dat willen ze niet. Nee, niet willen, denk ja. ik. Hè? Want maar dat is ook van. weet je wel, we hebben wel eens wat aandacht besteed aan, aan, aan dat heldendom in afschuwelijke films. Zoals je weet. Hè? Ja. Dat was ooit op Netflix, die is er nog steeds. Een serie die Demer heette. En toen hebben wij een brief geschreven naar Netflix, omdat ons opviel dat de, de dader in die, uh, in die documentaire, die 19 vrouwen had vermoord en, en geloof ik zelfs ja. gedeeltelijk had opgegeten, dat spullen van hem, een broek en een bril, die werden voor kapitalen verkocht, omdat ze hem als de helderdom. grote helderdom. Ja. En toen hebben wij gezegd van: goh, zouden jullie die serie gewoon weg willen halen? Want ja. die vertegenwoordigt een beeld van slachtoffers en daders ja. die wij niet juist vinden. Ja. Nou, daar hebben wij eigenlijk zelf nooit antwoord op uh, mm -mm. gekregen. Maar ik geloof dat de Telegraaf nog eens haar herinnering gestuurd heeft en die hebben wel antwoord gekregen. En mm -mm. ja, je begrijpt dat die film, wat een kassucces was, niet van Netflix werd afgehaald. Maar wij vonden het wel belangrijk om die boodschap te brengen. Dat ja. we zeggen: Kijk wat je doet. Hè. bedoel, je, dus, Hij wordt aangeprezen als met heldendom? Terwijl daar gewoon 19 families, hè, dus slachtoffers, zwaar families getraumatiseerd. zwaar getraumatiseerd zijn. Weet je wel? Dus, nou ja, je, je weet wel wat voor type reactie dat je opkijkt. Maar ik vind dat je ze daarop moet blijven aanspreken. Mm. En nou, ja. dat blijft een belangrijk gegeven, dat je je daarvan bewust bent. Nou ja, ik, uh, kijk, in mijn columns beschrijf ik ook wel de, uh, die secundaire victimisatie. Mm -hmm. hè? Dus. dus de hertraumatisatie waardoor een slachtoffer of een nabestaande. eigenlijk nog een keer geraakt wordt. En ik heb jou. Uh, ik denk. nou ja, één, twee maanden geleden. een boek gedaan. Zeker. Een boek van Rinke Kerk. Het ja. hele dorp wist het. Ja. Um, en ik herkende heel veel in dat boek. Terwijl uh -huh. het boek natuurlijk gaat over de gevolgen. van uh, ja, seksueel misbruik binnen een familie. Ja. Um, maar wat zij ontrafelt, de journalist die het boek geschreven heeft. en dat is ook de reden dat ik jou het boek cadeau heb gedaan. is dat zij heel mooi die mechanismen ja, fileert. van je hebt eigenlijk altijd drie partijen. Je hebt uh, een dader. je hebt een slachtoffer. en je hebt de omgeving. Ja, de titel ja. van het boek is niet voor niks. Het hele dorp wist het. Ja. Je wordt in zekere zin. Kan je, moet ik zeggen, en is niet standaard zo, maar je kan ook slachtoffer worden. doordat de omgeving eigenlijk niet weet hoe ze op jou moeten reageren. Dus de reactie vanuit de omgeving die is vaak uh, ook traumatiserend. Hè? En wat, dit hele boek gaat eigenlijk heel erg over schuld en schaamte. Ja. En dat thema schuld en schaamte, je zou denken Nadia is vermoord. Hè? Dus ik heb geen schuld aan haar dood. Ja. Dat klopt. Ja. Maar het feit dat ik niet over Nadia haar dood heen kon komen. Dat ik daar heel veel moeite mee heb gehad. Ja. En dat ik bij momenten uh, hè, nog echt worstel met het feit dat zij dood is. En daar mis en daar me echt goed kloten over kan voelen. Weet je, daar ja. heb ik mij voor hè, Want je verdriet, dat is iets wat je maar moet wegstoppen. Dat is eigenlijk ja. de reden dus dat ja. ik mijn website... maar uh, hè, moest sluiten dat als ik naar die tbs zitting ging... dat ik dat eigenlijk niet op het werk durfde te vertellen. Ja. Ja. Want je bent bang voor het oordeel. Want je voelt al, er zit een oordeel. Mensen zonder ja. dat ze eigenlijk vragen... Lucina, waarom ga je daar naartoe? Ja, maar dat is in feite de norm die je opgedrukt krijgt. Ja. Hè? Jij krijgt gewoon een norm... Van die omgeving opgedrukt. En die omgeving zou zich moeten realiseren mm -hmm. dat voor elke mens die norm wel. Die, die norm kan nog wel een beetje vergelijkbaar zijn, maar is in uitwerking natuurlijk heel verschillend. En dat is, ik, ik ben het helemaal met je eens dat je omgeving bij, bij alles, en zeker bij dit soort ernstige feiten, mm -hmm. gewoon een hele positieve en negatieve rol kan spelen. Hè? Want in, de, in dat boek is het natuurlijk heel heftig. Hè, is dat een hele negatieve rol. Tegelijkertijd op een ander moment... kan het ook weer een positieve rol zijn. Ik vind dat wel... wel in die zin maak ik even die, die link. Zachtofferhulp Nederland komt vooruit na buurschap. Dat is een heel nee. ouderwets woord. Maar dat is eigenlijk van... iemand in de samenleving doet een ander mens iets aan. Nee. En iemand anders in de samenleving... probeert te helpen. Uh, um, ja, Niet om het ongedaan te maken... maar om in ieder geval weer te helpen... Stappen te zetten, zodat het leven ja, door kan gaan. Weet je wel? Dus ja. daar steun in te verlenen. Dat, dus het, ja, ik vind het woord nabuurschap altijd heel moeilijk te bevatten. Maar het blijft wel een, een mooi begrip, zou mm -hmm. ik maar zeggen. En wij zijn er wel trots op dat dat de basis van deze organisatie is. Daarom werken wij natuurlijk ook met heel veel vrijwilligers, maar ook wel met, met vaste medewerkers. Maar juist omdat ook. Te laten zien, hou in de gaten. Er is een samenleving met meerdere aspecten. Weet je? Dan ja. Laten we ze allebei benutten en ook willen zien. Ja. Dus, uh... Nou ja, ik denk hè, als je het hebt over het ontstaan van slachtofferhulp op de dag dat deze aflevering uitkomt, uh, bestaan jullie natuurlijk ja. 40 jaar. Ja. Hè? Dus dat is ook uniek. Uh, maar ik denk als je nabuurschap naar het heden vertaalt, ja. Ja, kan je dan zeggen. Dat wanneer het echt gaat over ernstige misdrijven. even los of dat zedenzaken zijn of geweld. want allebei is natuurlijk enorm ingrijpend. Maar misschien. Ja, uh, moeten we naar een buddy-systeem. En tot op zekere hoogte is dat er misschien al. Maar een buddy-systeem kan natuurlijk heel goed zijn. Hè? Zeker. Maar ik denk dat we. Weet je wel, bij wijze van spreken hebben we een hele menukaart nodig. Want wij moeten het niet invullen. We mm -hmm. moeten het vragen aan nabestaanden en slachtoffers. Die hebben allemaal net andere behoeften. Zijn ook allemaal net andere mensen. Mm -hmm. En dat stukje nabuurschap is er een stukje van. Maar Buddy kan onder andere omstandigheden enorm, mm -hmm. enorm positief ook, ook zijn. En er zijn waarschijnlijk nog meerdere varianten. En daar moeten we met elkaar over nadenken en verder mee, mee gaan. Maar ik vind het wel leuk om. Um, misschien even dat, dat ja? bruggetje te maken van dat nabuurschap. Wij, uh, uh, wij gaan binnenkort uh, echt onze verjaardag vieren, omdat we dan 40 jaar oud zijn. Dus nog best jong, vind ik zelf. Maar oké, okay, ik vind uh -uh. het wel fijn dat we er al 40 jaar zijn. Uh -uh. En in dat verband hebben we gevraagd aan Ingmar Heitse, dat is een bekende dichter hier in uh, Utrecht, om een gedicht te schrijven. En dan is het altijd de vraag: waar moet het gedicht over, over gaan? Nou, gelukkig uh -huh. mochten we. Bij uh, Ingmar Heitsen uh, iets opgeven. En daar hebben we gevraagd om nabuurschap. Mm. En we, willen, we hebben toestemming van de gemeente om ergens aan de muur dat gedicht op enig moment te onthullen. Dus dat het ook zichtbaar is. En ik wou, omdat jij begon met mijn gedicht voor te lezen, dat gedicht voor jou voorlezen. Mm. Want het gedicht is als volgt: nabuurschap. Dit moet je weten. Ik ben meer dan wat me overkwam. Ik heb geen schuld. En dat jij ergens anders was. Andere plaats, andere dag, geen ongeluk, gelukkig maar. Ik leef ermee, leef met me mee, leef niet aan ons voorbij. Samen zijn wij meer dan jou en mij. Mooi. Heel mooi. Ja, en heel erg uh, toepasselijk. Vind ik ook. Ja. Ja. Nou, lieve Rosa, dank je wel voor Graag uh, dit mooie gesprek. Uh, de volgende aflevering is over vier weken. Die komt op 25 juli uit. En nou, jij bent de grote uitzondering op de regel. Want ik ga nog een keer met jou in gesprek. Uh, want ja, er is zoveel waar we over kunnen praten. Waar we ja. over moeten blijven praten. Wat jullie allemaal doen en wat jullie betekenen voor uh, nou ja, slachtoffers van dodelijk geweld. Hè? Ja. Wat jullie daarin kunnen betekenen. Maar ook welke uh, ja, eigenlijk alle obstakels er nog op de weg liggen Zeker. en wat jullie eraan doen om die drempels te slechten. Ja. En wat ik op mijn manier daaraan bijdraag, daar gaan we het volgende keer over hebben. Ik zie je naar uit. Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Dankjewel voor het luisteren naar Levenslaan Kwetsbaar. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp biedt praktische, juridische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers en nabestaanden van dodelijk geweld en vermissingen. Als je je abonneert op deze podcast krijg je automatisch een melding wanneer er een nieuwe aflevering verschijnt. Door een review achter te laten, zorg je ervoor dat de problematiek van nabestaanden meer bekendheid krijgt. De techniek van deze podcast wordt gedaan door Audiodrome Podcast Producties. Ik ontvang geen vergoeding voor het maken van deze bijzondere podcast. Je kunt mij steunen door een donatie over te maken via www.lucindafandefen.nl. Fijn als je dat wilt doen. Meer informatie over de lezingen die ik geef en Parels van Verdriet, mijn gedichtenbundel, vind je terug op mijn website.